normaal. Het is donderdag. En ik wil jullie even meenemen in mijn morning routine. In eigenlijk woorden, mijn dagelijkse routine is eigenlijk. Dus ik ga jullie meenemen. Ik ben in ieder geval net wakker. Het is 7:30. Ik heb mijn wekker gezet. Die is afgegaan. Ik ga er niet uit. Goed, ik ben beneden. En ik heb gisteren, zoals je ziet, de hele keuken opgeruimd. Dus gewoon gisteravond. Gisteravond heb ik gefilmd. De baaspufje staat hier, dat is niet heel erg slim van hem. Zie ik even terug. Nou ja, ik ben dus wakker. Ik ga koffie zitten, want dat is eigenlijk altijd het eerste wat ik doe. Ik pak de melk. Want die heb ik natuurlijk nodig. Ik pak een mok. Is het tijd voor een kopje koffie? Mokbonden. Die past bijna niet, joh. Kupje erin. Paprika. Koffiezetapparaat aan. Melk in de mok. En koffie drinken. En eigenlijk is dat niet alles, want ik neem 's morgens ook nog een glasje sedant. Hop. En de koffie gaat mee naar boven, want ik ga nu beginnen gelijk met het opstarten van mijn laptop. En gelijk beginnen met het editen van de video. Dus dat is in ieder geval klaar. Goed, de koffie staat. Ik ga mijn bed gelijk opmaken en dan... Mijn laptop wakker en dan ga ik editen. Wat ook leuk gebeurt. En dat doe ik vandaag. Lekker op mijn bed. Dit heeft met mij liefst 20 minuten geduurd, dus dat is super top. Die staat nu in de render, die is aan het opslaan. Ik ben ondertussen mijn koffie aan het opdrinken. Ik ga even in mijn bullet journal kijken wat er allemaal te doen moet vandaag. Kijken of ik mijn plannen heb staan in mijn agenda op mijn telefoon. En dan ga ik me zo wassen en aankleden. Even YouTube video afkijken. En dan ga ik er zo lekker uit. Ik heb mijn ramen opgezet, lekker een beetje frisse lucht in mijn kamer. Zometeen zet ik hem even wagenwijd open. Als de rolgordijnen omhoog zijn, we zijn allemaal bezig voor onze deur. Dus ik hou het nog een beetje beschut. Maar ja, het is eigenlijk altijd mijn ochtend. Ik stap, ik pak koffie, ik ga editen. Of op mijn bureau of op mijn bed. En ja, vandaag lekker weer zo'n dagje op mijn bed. Dat is lang geleden. En dan ga ik me zo lekker wassen en aankleden. Ga ik dingen doen die ik moet doen vandaag, die gepland staan. Dus... helemaal top. En het is zo lekker weer vandaag dat ik ook wel eventjes een stukje wil lopen. Eigenlijk doe ik het ook wel elke dag. Maar dat is wel even nodig. Het is heerlijk weer buiten. Goed, de video is geëdit. De koffie is op. Ik ben aangekleed. Ik heb deze grijze broek aan, mijn grijze Nike's. En dan een zwart t-shirtje en een zwart vestje. Oeh, de zon. Verder heb ik even mijn ketting verwisseld. Ik heb mijn lange ketting met dit blauwe steentje weer aangedaan. Ik ga even naar beneden. Ik ga even ontbijten, want dat heb ik dus nog niet gedaan. Oh my god. Oké. Een klein dingetje. Jullie weten dat ik pas mijn intro heb veranderd. Dat ik dat wel vaker doe, omdat ik het best eigenlijk heel erg leuk vind om te doen. Nou heeft Things Julia Loves, a.k.a. Julia dus, heeft een post op Instagram gezet waarin ze schrijft: is er iemand die het leuk vindt om voor mijn YouTube kanaal een nieuwe intro te maken? Ik ben er zelf niet zo handig in namelijk, haha. Waarop ik dus dacht, dat wil ik wel doen. Dus ze vroeg van, joh, dus ik zeg, joh, ik heb er gisteren zelf een gemaakt, let me know. Dus ze zegt, wat voor een? Dus ik heb net mijn intro naar haar gestuurd. In de hoop dat ze reageert en dat ik dus voor haar kanaal een intro mag gaan maken. Dat zou zo ontzettend tof zijn. Dat zou echt heel erg leuk zijn. Ik heb nog heel veel templates gemaakt en ideeën staan en
features staan. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze hierop reageert. Heel erg benieuwd. Het zou zo tof zijn. Goed, ondertussen zijn er 3 intro's gemaakt. Ik heb ze op mijn telefoon gezet en ik ga ze zo doorsturen naar Julia. Even kijken hoor. Dit was de eerste die ik gemaakt heb. Ik ga hem jullie even op het scherm draaien. Dit is de eerste. Dan hebben we nummer 2, die is vrij simpel. En dan hebben we nummer 3, en dan moet ik even 3 dingen verder. Deze vind ik het leukst. Julia dus gevraagd 4 foto's van haar te sturen, zodat ik die kon plaatsen op de foto's die haar in de template stonden. Dus dat heeft ze gedaan en ik heb ze ingevoegd en ik ben heel erg benieuwd wat ze ervan vindt. Ik ga ze naar de sturen, alle 3. En ze zijn verstuurd. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze erop reageert. Welke ze uiteindelijk gaat kiezen. Ik denk dat ze die met de foto's gaat kiezen. Omdat die eigenlijk wel heel persoonlijk bij haar ligt. En het matcht heel goed. De bruin-groenige foto's die ze heeft met het roze. Staat echt heel erg leuk. En anders denk ik dat ze de video of de intro gaat kiezen met de stenen. Want die is denk ik wel meer haar. Die andere is denk ik niet heel erg Julia. Hij is vrij donker. En vrij saai ook, maar ik wilde er ook zeker wel eentje die gewoon heel erg gewoon was. Maar nu heb ik dus zin om voor mezelf ook weer een nieuwe te maken. Dus dat is niet helemaal de bedoeling, denk ik. Maar misschien dat ik er voor mezelf ook nog wel eentje ga maken. Ik vind het wel, leuk. Ja, en ik loop bij de visio de deur uit. En de deur is dicht. Goed, visio gehad. Spullen mee. En weer naar huis. En even een lekker rondje lopen, want het is heerlijk weer. Dus ik ga er wel even van genieten. Ik was de enige in de hele praktijk. Ze gaat nu weer weg naar huis. Dat is echt ongelooflijk. Okay, ik ben thuis. En ik heb lekker gewandeld, dat moet ik wel zeggen. Het is echt heerlijk weer buiten. Maar ik heb dus zojuist die video's die ik je liet zien. Die heb ik dus naar Julia gestuurd en daar vertelde zij dus op. Ik was even met haar aan het kletsen, zoals je ziet. Maar zij vertelde dus dat het de ene video vond ze leuk, maar er moest dan ook weer een ander texture nog op. En de muziek van de andere video vond ze ook leuk. Dus ik zeg, joh, ik kan ze ook gewoon mixen. Ik kan die muziek ook gewoon onder die video zetten. Dus dat heb ik net gedaan. Daar kwam dit uit. Dus ik heb daar nog geen reactie op. Ze was net wel online, maar heeft het nog niet gelezen. Maar ja, ze heeft ook gewoon andere dingen te doen. Dus ik ben lekker bezig. Ik wil even weten wat ze hiervan vindt. Of ze daar nog misschien nog andere dingen voor wil of zo. Ik weet het niet. Ik laat het geheel aan haar over. Ik zie het wel, ik ben benieuwd. In ieder geval, trouwens, ben ik wel haar vlog aan het kijken. En dat ga ik ook gewoon lekker even doen. Ik haal net mijn oplaadcamera eruit, want mijn laptop is vol. En dan ga ik even lekker chillen op mijn bed en de vlog van Julia kijken. Ze gaat koffie drinken. Ik heb ook trek in koffie. Goed, inmiddels zijn we een bijna een hele dag verder. En ik heb van alles geprobeerd. Ik heb dit veranderd, dat veranderd. Dan moest het net weer even dit anders, net weer even dat anders. Dus we hebben echt heel veel voorbeelden gehad. Maar uiteindelijk zijn we er wel uitgekomen en daar ben ik heel erg blij mee. Kijken of ik via mijn laptop kan inloggen. Instagram.
En dan kan ik jullie even vertellen dat ze zijn opgemaild naar haar. En ik hoop dat ze er super blij mee is. Ik vind ze heel erg leuk geworden voor haar. Ik heb de mijne trouwens ook veranderd, mocht je het niet gezien hebben. Ja, doe maar, maakt niet uit. Doe je ding. Nee, geen meldingen. Nou, alsjeblieft, dankjewel. Kijk, inmiddels, dit is dus mijn gesprek met Julia. Dat was super gezellig. En uiteindelijk is dit hem geworden. Ik ga jullie even laten zien. En ik vind het super tof. Stop het. Het is genoeg. Ik vind het dus super tof, want ja, zij vond hem dus leuk. Ik ga haar even vertellen. Het is gemaild. Ik vond het super leuk om dit voor haar te doen. Het gaf mezelf in één keer ook heel veel meer dingen van, oh wacht, dit kan ik zo voor mezelf ook doen. Of kan ik? Ik heb er zelf ook heel veel dingen van geleerd. Dus dat vind ik heel erg leuk. Dit is trouwens mijn, oh, maar trouwens mijn intro heb je al lang gezien. Dus ik begon aan deze video. Ik hoorde mijn ook gelijk veranderen. Dus ik heb hetzelfde deuntje als Julia. Maar verder is wel alles anders. Maar ook met foto's. Ik dacht van, het is eigenlijk wel heel erg leuk. Maar het is toch anders. Ik ben er heel erg blij mee. Ik vind het zo tof dat ik dit voor haar heb mogen doen. Wow, mijn camera moest er echt lang over nadenken om te gaan filmen. Maar ik ben dus nu helemaal klaar. Ik heb alles gemaild naar Julia in een hele uitgebreide grote mail. En nu is het dus zover om te gaan koken, want het is al 7:07. Dus ik ga pin en uien maken voor mezelf. Mijn ouders die houden er niet zo van. En we hebben nog wel eens niet zo over van gisteren. Ik had te veel vlees eruit gegooid uit de vriezer. Dus ik heb de helft gebruikt en de andere helft terug in de koelkast gedaan. Dus dat kunnen we nog eten vandaag. En ja. Helemaal top. Ik ga pin en uien eten. Lekker. Warming-up gedaan met de app. Ik wil jullie even gewoon laten zien. Dat is deze app. En dat is 7 Minute Woman. En wat ik nu ga doen, ik heb net een warming-up gedaan. Ik ga nu een 7 Minute Workout doen. Dus dat gaan we doen. Ik geef jullie even goed neer, zodat jullie alles kunnen zien. En, let's go!